Hey, hallo! Hoe gaat het met jullie? Vandaag voelde ik mij geroepen. Eigenlijk had ik gisteren het idee, maar dat was toen te laat om de video op te nemen. Dus vandaag neem ik eventjes de tijd om een video te maken om jullie te vertellen hoe dat ik zelf mijn hart volg. In een gesprek met klanten of zelfs soms met vrienden. Komt dat er sprake van, maar ja, hoe doe je dat dan? Hoe weet je dan wanneer je je hart volgt? Wel, eerst en vooral, het grootste verschil tussen wanneer je je hart volgt of een beslissing neemt vanuit jouw ego, is dat een keuze die je maakt vanuit je hart nooit de angstfrequentie draagt. Dus het is altijd een beslissing vanuit liefde, vanuit vertrouwen, vanuit eenheid. Dus dat is een eerste punt dat je altijd jezelf kan afvragen van oké, welke frequentie, welke trilling, welk gevoel heb ik hierbij? En dan het tweede dat ik altijd doe, is mezelf afvragen van oké, toen dat ik de eerste keer met die situatie of met die vraag of met dat probleem geconfronteerd werd, wat was het eerste gevoel dat ik had op dat moment? Waarom? Omdat eigenlijk op het moment dat er een vraag jou gesteld wordt, krijg je eigenlijk onmiddellijk een lichamelijke reactie. En die lichamelijke reactie op dat gevoel, die emotie die je op dat moment voelt, dat is eigenlijk het antwoord dat jouw ziel jou wil geven. Dus eigenlijk op dat moment weet je van oké, dat is een weg dat ik mag gaan, of nee, dat is echt niet iets die voor jou weggelegd is. Want wat gebeurt er dan? Onmiddellijk daarna komen we ertussen met onze gedachten. En gaan we allerlei dingen gaan zitten uitdenken en bedenken en gaan beredeneren. En dat is als je dan eigenlijk op basis daarvan een beslissing neemt, dan maak je eigenlijk een beslissing vanuit je ego. Dus vanuit je mind, vanuit je gedachten, je overtuigingen, je referentiekader, de ervaringen die je hebt. Is dat verkeerd? Nee. Maar dan beslis je op dat moment misschien anders dan wanneer je zou een keuze gemaakt hebben als je je hart zou volgen, je intuïtie zou volgen. Een tweede vraag dat ik mij stel wanneer ik een keuze moet maken en ik niet onmiddellijk weet van oké, wat ga ik hiermee doen, is eigenlijk mezelf afvragen van oké, kwam dat idee van mezelf of kwam dat via iemand anders? Iemand van jouw collega's die je zegt dan, oh, misschien is dat wel een goed idee, of misschien een broer of een zus, of ouders, of vrienden, of gewoon via iemand anders die zegt dan van, ah ja, goh, als ik dat zou doen, dan zou ik dat en dat doen. Als dat zo is, dan is dat niet hetgeen wat dat jij mag gaan beslissen, zolang als jouw eerste gevoel iets volledig anders zijn. Ik ben aan het nadenken over een voorbeeld. Bijvoorbeeld het maken van een keuze van het volgen van een al dan niet van een opleiding. Als je voor de eerste keer geconfronteerd wordt met die opleiding en je hebt een heel uitbundig en opgewonden gevoel en je kan eigenlijk niet wachten om eraan te beginnen, dan is dat een ja. Maar dan begin je na te denken van ja, maar ja, ga ik wel opvang vinden voor mijn kinderen? Is het misschien niet te duur? Of het is te lang? Of is het wel echt wel iets voor mij? En wat ga ik er dan mee doen? Dat zijn allemaal eigenlijk overtuigingen die ervoor zorgen, die eigenlijk vanuit angst oppoppen, als een soort stukje zelfbescherming. En dat is niet erg, zolang dat het jou niet tegenhoudt om keuzes te maken die alleen zijn met jouw ziel. En dus op dat moment zou dat wel zo zijn, want eigenlijk die opleiding, je wordt er in eerste instantie heel opgewonden en heel blij van. Dus het is teken dat jouw ziel weet dat er daar iets is die gaat bijdragen tot de groei van wie je bent, van jouw ziel. En misschien ga je met die opleiding uiteindelijk niks doen, maar gewoon het volgen van die opleiding en het vertrouwen op je intuïtie en het meemaken van die opleiding kan bij jou een trigger zijn of de volgende stap of het volgende puzzelstukje dat je nodig hebt om eigenlijk een volledige puzzel te kunnen maken. Dus stel jezelf de vraag van, zou ik er zelf op gekomen zijn op dat idee of niet? Indien niet, laat het gewoon los, het is niet jouw weg. Een andere vraag die je zelf kan stellen. Ja, ik heb dat allemaal wat opgeschreven, anders zou ik het
heel te veel dingen vergeten. Maar dat is een andere vraag die je zelf kan stellen wanneer je voor de keuze staat en dat je eigenlijk wel jouw hart gaat volgen, is van oké, welke gedachten heb ik daarover? Waarom? Omdat je dan eigenlijk, en het beste is dan om die dingen daarover gewoon te gaan opschrijven zonder te gaan jezelf te gaan corrigeren. Dus schrijf gewoon op wat er allemaal in je opkomt. Omdat je dan eigenlijk bewuster wordt over de gedachten die je hebt. En door dat dan nog eens na te lezen of na een paar dagen nogmaal eens opnieuw te lezen. En zelf doe ik dat ook heel veel. Ik heb een bullet journal. En zoals je ziet, wacht, ik ga niet matchen. Zoals je ziet, schreef ik daar ook heel veel in. Dat is dan mijn vierde ondertussen. En dat helpt me om de gedachten die ik heb, om de gevoelens die ik heb, om die bewust te worden. Want de manier waarop dat ons ego werkt, is soms zo, ja, wat is het woord ervoor? Zo slim, zo geniepig, zou ik zeggen, maar daar hangt er weer een negatieve connotatie aan, maar zo indrukwekkend slim, dat we denken van, oké, ik heb mijn ego geïntegreerd en het beïnvloedt me niet meer op een negatieve manier. Maar als je dat eigenlijk dan begint op te schrijven, wat je denkt, wat je voelt, hoe dat je getriggerd wordt door reacties van andere mensen uit je omgeving, dan kan je eigenlijk die kleine stukjes waar je ego wel nog jou in zijn tang heeft, in zijn macht heeft, kun je eigenlijk meer en meer bewust van worden. Dus schrijf op welke gedachten je hebt over de keuze die je moet maken. Schrijf op wat de anderen vinden dat je moet doen. En voel voor jezelf van oké, wat vind ik dat er wel waar is? Wat vind ik dat bij mij past en wat niet? En verander op die manier je overtuigingen en de meningen die je daarover hebt. Een ander stukje is van jezelf de vraag stellen van hoe eenvoudiger en hoe op welke meer natuurlijke manier kan ik met dat probleem of met die keuze omgaan. Wat bedoel ik daarmee? Vaak maken we het onszelf veel te moeilijk. En vergeten we eigenlijk hoe dat we iets veel eenvoudiger kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld, ga ik over mijn eigen echtscheiding. Bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen van, ik maak het moeilijk en ik ga over elk voorwerp dat we hier staan hebben, of dat we gekocht hebben, of elke euro dat ik geïnvesteerd heb, of dat mijn ex geïnvesteerd heeft. Je kunt daarover discussiëren totdat uiteindelijk dat je naar je gevoel, of vooral met je ideeën, met je gedachten, denkt dat je alles gekregen hebt wat je wilt, of dat je nodig hebt. Maar je kan ook zeggen van, oké, de dingen die geweest zijn, zijn geweest. De dingen die je toen geïnvesteerd hebt in je huishouden, in je relatie, zijn op dat moment ook geïnvesteerd vanuit de liefde die er op dat moment was. En het is niet omdat op dit moment die liefde er niet meer is, of de liefde veranderd is, of dat jullie besloten hebben om elkaar los te laten, dat je daarom moet, dat je zoiets moet hebben van, ik moet eigenlijk vergoed worden voor al de schade dat ik nu leed, of voor al de emotionele pijn dat ik nu leed. Waarom? Laat het los. En kijk van, oké, we zitten samen nu in die situatie en probeer vanuit de liefde dat er misschien nog wat is als vrienden of als ouders van jullie kinderen, om te gaan kijken van, hoe kunnen we eigenlijk nu ook die scheiding op een zo eenvoudige en natuurlijke manier laten verlopen. Want scheiden is niet leren, dat is een keuze die je maakt. Als je wilt scheiden en je wilt al heel veel miserie en heel veel advocaatkosten en gerechtskosten en whatever, ja, dat kan dat, dan kan je dat perfect krijgen. Dan is datgene wat je ook gaat manifesteren. Maar je kan er ook voor kiezen om het op een andere manier te gaan doen, op een natuurlijke manier. Want relaties, als ze relaties hun nut gehad hebben, als relaties hun doel gehad hebben, dan is dat automatisch zo dat die fysieke aantrekkingskracht en die emotionele verbondenheid dat er is, die gaat sowieso gaan verdwijnen. En dus ook daar heb ik mijn hart gevolgd, om vanuit de liefde die er nog is, vanuit het respect vooral die er nog is, om dat op een zo moeiteloze en zo natuurlijke en eenvoudige manier te gaan oplossen. En misschien moet ik nog eens een video maken specifiek over rond echtscheiding en hoe dat wij dat aangepakt hebben. Maar dat is om als een voorbeeld aan te geven dat als je je hart volgt,
dat je altijd de keuze maakt die het beste is voor iedereen die ook betrokken is. En wij noemen dat zo een keuze of een oplossing voor ieders hoogste goed. En dan is er niemand die als een slachtoffer zich moet voelen, of misschien dat hij wel dat gevoel zal hebben, maar uiteindelijk is dat gewoon iets ook in zichzelf die dan moet verwerkt worden en die moet geheeld worden. Een ander punt is van, als je merkt dat je veel te veel gaat gaan panikeren, en in de zin niet panikeren, maar piekeren bedoel ik dan, is het heel eenvoudig en voor heel effectieve oefening om jezelf uit je hoofd te halen en in je lichaam en meer naar je hart te brengen. En dat is eigenlijk via jouw ademhaling. Wellicht heb ik dat wel 1000 keer gezegd, maar ik ga het nu nog eens zeggen. Ademen doe je nooit in de toekomst en ook nooit in het verleden. Ademen is iets dat altijd gebeurt in het nu. Dus daarom is ademen een heel effectieve manier om jezelf terug te brengen in het nu. Want in het nu zijn er geen problemen. In het nu zijn er geen problemen. Tenzij je natuurlijk achterna gehold wordt door een beer of een cheetah of weet ik veel wat. Maar dat is dan jouw ademhaling en de hormonen in je lichaam ervoor zorgen dat je genoeg stress hebt en je kan weglopen. Maar als je het gewoon globaal bekijkt, de meeste modale mensen, die komen nooit in zo'n situatie terecht. En toch hebben die het stressniveau alsof dat ze zo zijn dat ze achterna gezeten worden door een wild dier. Maar op dat moment, het enige wilde dier dat er is, zijn hun eigen gedachten. En dat is natuurlijk het leuke ervan. Op dat moment heb je wel controle over je eigen wilde dier en over je eigen gedachten. Hoe? Door naar je hart te gaan luisteren en door eigenlijk te focussen op je ademhaling. Meer hoef je eigenlijk niet te doen. Als je dat op een goede manier doet, dan ga je in 1, 2, 3 je gedachten kunnen loslaten. Niet zozeer dat je niet meer gaat nadenken, want dan is het weer dan nog een stukje verder en dan kan je via meditatie en visualisatie gaan bereiken. Maar het zorgt ervoor dat je het stressniveau vermindert, doordat je zelf eigenlijk hek maakt. Je gedachten maken jouw hek. Dus je ademhaling is het ideaal geneesmiddel voor hekmakende gedachten. Op voorschrift van dokter Lindsay. En dan nog een laatste stukje wat ik eigenlijk wil meegeven, want ik wil deze video ook niet te lang maken. Is eigenlijk, als je voor een keuze staat, en er zijn verschillende mogelijkheden. Je zou het kunnen zeggen, je staat op een kruispunt en je hebt verschillende wegen die je moet bewandelen. En aan het einde zie je eigenlijk wel van welke richting of naar welk landschap dat je uitgaat of uit kan gaan. En dan is het eigenlijk een hele mooie of efficiënte oefening om jezelf te gaan visualiseren, dus jezelf te gaan voorstellen hoe dat het zou zijn om op die plaats, dus in bijvoorbeeld in dat landschap, toe te komen, om daar te zijn. Dus wat doe je eigenlijk op dat moment? Je gaat een stukje in meditatie, of je gaat gaan visualiseren, of je sluit gewoon je ogen, of je gaat gaan schrijven, dat kan ook, maakt niet uit. Doe wat het voor jou het beste aanvoelt. Maar je staat je voor hoe dat zou zijn, als jij nu al jouw toekomstige zelf bent, in die specifieke situatie. Stel in mijn voorbeeld, je hebt de keuze tussen naar de zee gaan, het bos gaan, of naar de sneeuw, naar de bergen. En je staat je voor hoe dat is om aan de zee te staan. Je stelt je voor hoe dat is om in het bos te zijn en je stelt je voor hoe dat is om in de bergen en bij de sneeuw te zijn. Het eerste beeld dat ik zoiets heb van bij de sneeuw, van oh nee, nu niet, het is te koud. Dus dat is niet iets wat ik op dit moment nodig heb. Bos, daar heb ik zoiets van, ja, dan kun je leuke wandelingen maken. Dat is ook mee goed voelen door in de natuur te zijn, door te kunnen verbinden met de bomen en de dieren die daar zijn en de energieën die daar leven. Dat is ook heel veel zuurstof. Maar er is ook nog iets die me meer trekt naar de zee. Snap je wat ik bedoel? Dus gewoon door de verschillende mogelijkheden op te schrijven en echt te gaan voelen van oké, als ik daar zou zijn, of hoe zou ik mij dan voelen? Wat maakt dat ik mij zo zou voelen? En met wie wil ik misschien daar zijn om mij zo te voelen? Wat heb ik daarvoor nodig en wat moet ik nog gaan doen? Dus voelen is op dat moment heel belangrijk. Als er gedachten opploppen, kan je die erbij schrijven, zodat je nadien kan zien, oké, welke
welke dat jij denkt dat er nog beperkingen rond zijn, of dat die mogelijk is. Wat dat trouwens ook altijd een illusie is, want alles is een keuze, echt alles is een keuze. Natuurlijk zijn de gevolgen altijd anders. En dan is het iets dat je voor jezelf moet afwegen van oké, welke gevolgen kan ik mijn leven en met welke niet. Maar wat dan nog heel belangrijk is, is van oké, die keuze dat ik maak, die weg dat ik bewandel naar de zee, het bos of de bergen, brengt dat me dichter bij mijn droom of niet? Als jouw droom is om heel veel zon op te doen en echt te genieten van de vitamines van de zon en energie op te doen door de zon, ja, dan moet je misschien ook niet naar een op wintervakantie gaan. Dan ga je misschien beter naar de zon. Naar het zuiden bijvoorbeeld. Snap je? Als je het gras wil afrijden, dan ga je ook niet je scheerapparaat gebruiken, maar ga je een grasmachine gebruiken. Dus doe de dingen die nodig zijn om je doel dichterbij te brengen. Gebruik niet of neem geen beslissingen die je verder afbrengen van je doel of van je droom. Jij bent de creator van jouw leven. Jij bent de manifestator van jouw leven. Jij hebt de kracht in jezelf om je dromen werkelijkheid te maken. Dus als jij keuzes maakt of keuzes blijft maken die één, jezelf iedere keer achteraan de rij zet, dus jezelf niet op de eerste plek zet. Twee, als je altijd maar ja tegen iedereen zegt en eigenlijk wel liever wel nee zeggen. Of drie, als je keuzes maakt die jou eigenlijk wegleiden van je droom, ja, dan weet je ook wel dat je niet goed bezig bent, wil ik niet zeggen, want uiteindelijk is het jouw keuze en alles is oké en alles is zoals dat moet zijn. Maar als je genoeg hebt van te zitten waar je nu zit, dan is het misschien wel interessant om te gaan kijken van oké, wat houdt er mee tegen? Wat zijn de blokkades? Welke beperkende overtuigingen heb ik nog? Welke trauma's houden mij nog tegen? Welke zaken rond mijn innerlijke kind moet ik nog gaan verwerken? Moet ik nog gaan bewust van worden? Dus zowel blokkades op fysiek, emotioneel, mentaal, biochemisch en energetisch niveau, die kan je allemaal transformeren. En dat is eigenlijk ook hetgeen wat ik doe met mijn klanten. We gaan kijken van oké, wat zijn je dromen en wat maakt dat je er nu nog niet bent? Wat houdt je nog tegen? Wat zijn de dingen waar je nog moet aan werken? Wat zijn de dingen die je nog moet helen en transformeren? En dan gaan we dat via mijn actieve transformatiekracht dat gaan transformeren. En de meeste mensen zijn in 2, 3, 4 sessies vooruit. Sommigen zelfs minder. Het hangt er vanaf over wat probleem of welk thema dat het gaat. En die kunnen weer verder met hun eigen leven. Die nemen weer verantwoordelijkheid op voor hun eigen leven. En die kunnen weer verder werken aan zichzelf. En dus aan hun eigen leven en aan hun dromen. En dat is uiteindelijk het grootste doel van het werk dat ik doe. Is om ervoor te zorgen. Niet dat je afhankelijk wordt van mij. Want daar heb ik een hekel aan. een allergie voor. Hè. Ik wil net dat mensen terug verantwoordelijkheid nemen. Dat ze terug zelfstandig worden. Dat ze weten hoe dat ze hun eigen leven moeten manifesteren en creëren. Dat ze weten wie dat ze zijn. Dat ze weten wat hun passie is. Wat hun dromen zijn. En hoe dat ze die moeten gaan bereiken. En dat is mijn doel. En daarom bied ik mijn talenten en mijn gaven aan om jou, als je dat wilt, te helpen. Even kort nog, hoe doe ik dat? Via transformatiesessies. Dat kan online of van hier in de praktijk. Afhankelijk van waar je woont natuurlijk. Dat kan via healing, dat kan ook hier of op afstand, via readingen, via channeling. Meestal zijn die laatste twee reading en channeling online. En omdat op die manier je aan de hand van de kaarten, tarotkaarten, welke kaarten, of gewoon boodschappen dat ik ontvang van mijn gidsen, maar ik heb eigenlijk niet zozeer die kaarten nodig, maar het helpt wel om jou ook wel meer inzichten te krijgen. En ook dat kan gewoon online of gewoon via WhatsApp of Skype of hoe dan we dat op dat moment afspreken. Dus heb je vragen, zet ze, ik zou zeggen hieronder, maar misschien als ze te persoonlijk zijn en je dat niet graag doet. Dus ga dan gewoon naar mijn website www.schoolvoorascensie.be en dan kun je daar via de contactpagina mee contacteren. En je kan ook ondertussen meer lezen over wat er allemaal mogelijk is en wat er allemaal op komst is. Want ik ben bezig met een e-book aan het werken, aan het schrijven rond integratie van het eenheidsbewustzijn. Maar dat is allemaal voor later. Zo, ik hoop dat je meer inzicht gekregen hebt over hoe dat je vanaf vandaag
meer en meer jouw hart kan gaan volgen. En in de volgende video ga ik misschien meer vertellen over het verschil tussen een ego gestuurd bewustzijn en een ego gedragen bewustzijn. Een hart gedragen bewustzijn. Ik zeg twee keer hetzelfde. Maar goed. Wel, ik hoop om jou terug te zien in de volgende video. Please like en subscribe. Zeg mijn zoon dat ik dat meer moet gaan zeggen. Dus duimpje op. Als je dat zin in hebt. En wil je op de hoogte blijven van volgende video's, druk dan op abonneren. Zo, daag!